In deze video ga ik jullie meer vertellen over het kleutergymjaarplan van Beter Turnen. Nou, het kleutergymjaarplan omvat 5 lesblokken met daarin per lesblok voor 8 weken kant-en-klare gymlessen voor kleuters van 4, 5 en 6 jaar. Hierbij werken we in periodes van vakantie naar vakantie toe. En dit doen we omdat de basisscholen en ook de meeste gymverenigingen tijdens de schoolvakanties geen gymles aanbieden. Naast de 5 lesblokken van 8 lessen, dus 40 lessen in totaal, hebben wij ook 10 themalessen toegevoegd. Hier zal ik jullie later meer over vertellen en ook laten zien wat deze themalessen inhouden. Ook werken we in 4 lessen toe naar een uitvoering, dus weer een apart lesplan. Er zijn er oude brieven, kant-en-klare oude brieven toegevoegd. En hebben we leuke oefeningen om ook in de vakanties van de kinderen te blijven bewegen. Nou, hoe ziet zo'n leskaart er nou uit? Ik wilde jullie even een voorbeeldje laten zien. Hier zie je een van de leskaarten. Dit is een leskaart uit blok 3 en is week 1 van de lessen. Hier zie je dat we beginnen met een inleiding. Hier staat omschreven wat de inleiding inhoudt. Hier staat het mattenspel. Daarbij laten we weten wat de benodigdheden zijn, een uitleg van het spel en indien nodig ook nog een korte video. In de leskern behandelen we 4 grondvormen van bewegen. Soms hebben we 2 dezelfde grondvormen, soms een les met allemaal bijvoorbeeld de grondvorm rollen met kleine methodische stapjes en opbouw van makkelijk naar moeilijk, zodat ieder kind zijn eigen niveau kan kiezen. In dit geval zie je 4 grondvormen staan: zwaaien, mikken, duikelen en rollen. En als je in de kaart, het is een PDF-bestand, op de vierkantjes klikt, dan ga je ook nog naar een oefenvideo toe. Je klikt bijvoorbeeld even op duikelen. En hier zie je dus de oefenvorm, zodat je ook goed begrijpt wat er bedoeld wordt. En naast de 4 oefeningen is er ook altijd een afsluiting. In veel gevallen, in zo'n 80% van de lessen, is dat een bewegend leren oefening. Dus naast dat ze aan het bewegen zijn, gaan ze ook bezig met bijvoorbeeld tellen tot 10, kleuren leren, besef van afstand en ruimte om je heen. En ga zo maar door. En ook hierbij is weer een voorbeeldvideo, zodat je goed begrijpt wat de bedoeling is. Op de achterkant of op het volgende blaadje van het PDF-bestand staat een wat grotere, bredere uitleg. Met daarbij een materialenlijst, zodat je snel weet wat je allemaal uit de berging moet pakken. En per grondvorm van bewegen en methodiek ook de uitleg van de oefening. Dus dat is hoe een leskaart eruit ziet. En hier zijn er dus 40 van. Nu ga ik even de themalessen met jullie doornemen. Dit is een voorbeeld van het thema winter. Hier zie je dat er 6 verschillende opdrachtjes zijn op de voorkant van de kaart. En op de achterkant staat weer een materialenlijst. En wordt er ook weer bij de opstelling uitgelegd wat de bedoeling is. En ook hier zijn weer voorbeeldvideo's dus toegevoegd. Hier rechts zie je welke thema's we allemaal hebben. Er zijn er 10. Dat is dus Sinterklaas, herfst, winter, kerst, yoga, koningsdag, beroepen, Halloween, Pasen / lente en de zomer. Zodat je eigenlijk bijna in elke jaargetijde wel een leuk thema naar voren kunt halen. Daarnaast hebben we een lesplan van 4 weken waarin we toewerken naar een uitvoering of kijkles. In dit lesplan wordt opgebouwd. Er worden een aantal grondvormen van bewegen naar voren gehaald. En er wordt gewerkt in een stroomvorm. En daarbij wordt in les 1 een beetje de basis behandeld. Er komen steeds meer methodieken bij. Er wordt ook in les 3 gedifferentieerd. Zodat in les 4 ieder kind op zijn of haar eigen niveau een uitvoering zou kunnen doen. Ook is er een thema aan deze uitvoering verbonden en dat is het thema circus. Optioneel kan er dan gebruik worden gemaakt van muziek en verkleedkleren om het nog meer een leuk geheel te laten zijn. Maar dit is natuurlijk gewoon vrij om daarvoor te kiezen.
Op het eind van de themalessen staan hiervoor ook suggesties. Dus suggesties voor muziek, suggesties voor kleding en suggesties voor aankleding van de zaal. Dus na deze 4 weken heb je eigenlijk een uitvoering in elkaar gezet en gemaakt en geoefend met de kinderen. Naast alle lessen hebben we ook kant-en-klare ouderbrieven die we hebben opgesteld. Omdat we weten dat dat vaak de dingetjes zijn die vergeten worden of wat best wel extra veel tijd kost om er ook nog bij te doen. Dus wij dachten, we gaan dit alvast voor jullie voorbereiden, zodat je eigenlijk alleen je eigen gegevens hoeft in te gaan vullen. Nou, dit is een voorbeeld die je hier ziet van een brief die meegegeven kan worden als het vakantie is of als het bijna vakantie is. En je kunt ervoor kiezen om deze brief te mailen of natuurlijk fysiek uit te delen in de gymlessen. Andere brieven die in het lespakket zitten of in het jaarplan zijn brieven over de beweegopdrachten en brieven met informatie over de uitvoering en de kijkles. Tot slot wil ik graag wat vragen met jullie beantwoorden, wat veelgestelde vragen die wij al hebben gehad. Dat gaat over de vraag of er herhaling voorkomt in het 40-weekse lesplan. Ja, er komt zeker herhaling voor, omdat wij van mening zijn dat juist herhaling heel erg goed is. Wat we wel proberen is, als we een methodiek van een grondvorm herhalen, om daar altijd een kleine differentiatie in toe te passen. Dus bijvoorbeeld, als ze in de ene les balanceren over de bank, om dat in de volgende les wel te herhalen, maar ook bijvoorbeeld de kinderen klein materiaal mee te geven. Zodat ze telkens toch nog een klein vernieuwingje per opdracht aangeleerd krijgen. Hoe gaan we om met langere en kortere periodes, van vakantie naar vakantie? Wij werken namelijk in het jaarplan met 8 weken, terwijl in de praktijk er niet altijd 8 weken tussen de vakantie zitten. Nou, dit heeft dan ook meteen weer te maken met de opbouw, met de vraag of er een opbouw in moeilijkheid in het jaarplan zit. Die zit er niet en we hebben daar bewust voor gekozen, omdat het vooral bij de verenigingen, maar natuurlijk ook bij de basisscholen zo is, dat er gedurende het jaar instroom is van nieuwe kinderen, van jongere kinderen. En daarom hebben wij gezegd, we gaan niet opbouwen in het jaar, dus we gaan niet beginnen met makkelijke basislessen en we eindigen met moeilijke differentiaties, maar we gaan juist kiezen er juist voor om tijdens de les, tijdens iedere les, die differentiatie aan te bieden. Zo is er dus geen opbouw van makkelijk naar moeilijk, maar is er in een les wel altijd een keuze tussen een makkelijk en een moeilijk opdrachtje. Daardoor kunnen de langere en kortere periodes tussen de vakanties ook zo worden ingevuld dat er gewoon of een les wegvalt of je gaat een les toevoegen. Dus in principe maakt het eigenlijk niet uit of jij ook daadwerkelijk de lessen van de herfst tot de kerstvakantie ook in die periode gebruikt. Dan vragen over het leerrendement. Leren de kinderen daadwerkelijk wat? Kunnen ze wat als ze een jaar met dit jaarplan hebben gewerkt? Het antwoord hierop is natuurlijk ja. De kinderen zijn bezig met alle grondvormen van bewegen en de motorische basisvaardigheden die van kleuters worden gevraagd, van 4, 5 en 6 jaar, worden behandeld. Dus er is zeker een hoog leerrendement. Daarnaast zorgt het programma ervoor dat ieder kind op zijn of haar eigen tempo en op zijn of haar eigen niveau aan de gymlessen mee kan doen en leert in zijn of haar eigen tempo. Ik hoop dat ik jullie met deze presentatie wat meer inzicht heb kunnen geven in het kleutergymjaarplan. Mocht er nou nog vragen zijn, mailen kan naar info@beterturner.nl.